en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En daar ben ik dan. Ik had wat computerproblemen, dus het liep wat uit. Maar daar is de nieuwe update video. En ja, dat is dus ook wat we vandaag gaan doen. Want het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer is de update in Fairgrove. Dus we staan al een beetje in de goede omgeving. En wat er vandaag in de update is, is een buitenrit. En dat is een hele spannende en mysterieuze en geheimzinnige buitenrit. Er gebeuren allemaal hele rare dingen op die buitenrit. Dus ik ben mega benieuwd. En heb je nou ook heel erg veel zin in deze video, net zoals ik? En vind je mijn nieuwe paard mooi? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. En zoals je misschien ook al ziet, ben ik al helemaal... Oh, wacht, waar is mijn L? Daar is mijn L. Zoals je kan zien ben ik al helemaal gekleed voor deze video. Want ik heb een hele mooie buitenrit outfit aangedaan. Ik ben speciaal even naar mijn kledingkast gegaan om een mooie outfit uit te kiezen voor vandaag. Want ik heb elke keer dat blauwe setje. Maar vandaag is er dus iets met een buitenrit. Dus ik denk, oké, ik wil wel echt zo'n cool, geheimzinnig setje. Dus ik heb dit uitgekozen. En denk je nou, Daphne, sinds wanneer heb je dit paard? Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Want ik heb namelijk vorige week een video gemaakt dat ik een nieuw paard ging kopen. En toen heb ik deze nieuwe Arabier gekocht, Nova. Ik heb er Nova genoemd. Het is een Mary. Dat heb ik er dan van gemaakt. En ja, het is een van de nieuwe zeldzame Arabieren. En oh, nu is ze extra zeldzaam. Want deze Arabier kan je nu niet meer kopen. En wil je weten waarom? Nou, dat vertel ik dus in mijn nieuwe video. Want vorige week heb ik dit paard gekocht. En als je die video nog niet hebt gezien of je wilt hem nog een keer kijken, dan staat hij bovenin. En dan kan je die video zien dat ik Nova ga kopen. Maar goed, we zijn aangekomen bij de nieuwe update. Want die is dus in Fairgrove. En wat ik ook nog wil vertellen. Ja, dat is wel heel leuk. Ik ga ook nog wat vertellen over de updates die gaan komen. En dat zijn hele gave updates. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe rijhal aan. En daar heb ik ook een foto van. Dus dat ga ik jullie vertellen. Maar de update van vandaag die draait dus echt om de buitenrit bij Fairgrove. Buitenrit van het Rode Lint heet dat. En eigenlijk is dit al een keer eerder op Star Stable geweest. Volgens mij is dit nu de derde keer. Maar misschien heeft Star Stable wel het een en ander veranderd. Dat kan natuurlijk ook. Dat Star Stable gewoon iets verandert aan de update. Aan de buitenrit. Misschien komen we nou wel ineens koeien tegen. Of eenhoorns, weet ik veel. Maar om het ook nog wat spannender te maken, heb ik ook een mondkapje, oftewel een blinddoek. En dan ga ik straks de buitenrit eens blind proberen. Ik ga hem eerst even gewoon normaal doen, zodat ik een beetje weet hoe de route loopt. En dan ga ik hem blind spelen. Maar goed, we gaan als eerste even de update doen. Oeh, oh, gaat het regenen? Het wordt ineens donker. Ja, laat het regenen, laat het onweren. Hallo, oh, Jessica. Nou, het is weg. Ik dacht even het wordt donker, maar het is nu weg. Maar goed, wat we dus eigenlijk moeten doen is gewoon die rode paaltjes volgen. En we hebben ook iets in onze inventaris gekregen. Oh, je kan hem niet eens verplaatsen. We hebben een stukje rood lint gekregen. Oh ja, en dat moet je dan ophangen aan het eind van de buitenrit. Nou, hartstikke leuk. Nou, konden ze dat beter niet zelf doen. Nee, maar oké, we gaan gewoon op avontuur. Oh, als ik dit straks blind moet doen, dat is wel heel moeilijk. Oké, wat hebben we hier? Ja, al die dingetjes gaan aan, al die vlammetjes. Maar nou is het dus de bedoeling dat je iets tegenkomt. Oh ja, hier, kijk, een wolf. Oh, die gaat sowieso oh zeggen. Oh nee, wat? Hij rent gewoon langs me heen. Ik denk, misschien gaat hij nog huilen. Oh, je bent aangevallen door een wilde wolf. Wees voortaan voorzichtiger. Nou, ik wist niet eens dat dat kon. Ik wilde hem gewoon begroeten. Ik word gelijk, oh, hè? Nou ja, meid. Dat gaat dus niet helemaal goed met jou. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er daar? Dat zag ik. Huh? Ik zag het nog een keer. Hoe kan dat? Zij. Het was iets mis met haar. Ik weet of het was ik. Nee, hè? Huh? Het zat toch echt bij dat paard? Wat apart. Nou, we gaan gauw maar verder. Want straks komen we nog meer van die rare dingen tegen. Oh, nou, het regent. Kijk, dat is leuk. Ik vind de regen echt heel gezellig op Star Stable. Nou, gebeurt hier nog iets? Nou, ik moet zeggen, er gebeurt eigenlijk nu niet zoveel. Het was de bedoeling dat er spannende dingen zouden gebeuren. Maar eigenlijk gebeurt er gewoon echt niks. Ik vond het ene meisje nog het grappigste. Die halve... Ik weet niet wat ermee precies gebeurde, maar dat was niet helemaal lekker. En hier gebeurt ook niks. Nou, Star Stable dacht, we halen gewoon dit keer alles weg. Er is helemaal niks spannends. Ja, die regen, maar niet echt iets van modderstroom of zo, of sensatie. Oh, hier zit een licht. Wat gaan we daar krijgen? Helemaal niks. Woe! Nee, het is gewoon weer helemaal niks. Nou, hier had ik wel wat meer van verwacht. Oh ja, kijk. Woe! Maar ik zag het. Ik zag het op tijd. Ja. Ik had het op tijd door, want ik hoorde het geluid. En ik dacht eerst dat het onweer was, maar er rolden een paar stenen naar beneden. Oh, kijk, daar is zij weer. Nou, Dakota. Ik weet, wat heeft zij voor een soort lichtzwaard? Kijk, ze heeft gewoon een mega zwaard. Oh, Dakota. Wacht, dat wil ik even op foto.
Dit ziet er zo apart uit. Misschien kijkt dit meisje wel mijn video's. Dan denkt ze waarschijnlijk ook, huh? Want zou dit ook bij haar zijn? Of is dit alleen zo? Nah. Wat is dit, joh? Het is gewoon alsof ze een zwaard heeft. Ik heb letterlijk geen idee wat er met Dakota mis is. Wat er precies fout gaat. Het lijkt iets alsof er wat in de zadeltas zit. Maar ik wil even praten met deze meid hier, die hier staat. Hoi Zoe, ga je aan buitenrit maken? Vind je het erg als Tarzan en ik meegaan? Nou, ja oké, ga maar mee dan. Nou, kom maar mee meid. Ga maar mee, dat is wel gezellig. Ik denk dat we wel de route ongeveer weten, want we moeten gewoon ons mega zwaard volgen, onze Dakota. Hé, maar ze is weg. Nou, oh, ja, maar ga ik eigenlijk wel de goede kant op? Want moest ik niet over die gekke boomstam heen? Ja, inmiddels weet ik wel, ja, ik weet natuurlijk nu wel een beetje de route door vorig jaar, door de update. Wacht, nee, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik hier naar links moest. Maar het is allemaal niet zo. Ja, daar moeten we heen. Daar waar Dakota staat. Ja, oké, let's go, El. Kom. Ja, ja, naar al die glittertjes. Want daar moet ik namelijk mijn lintje dumpen. Wow, zo. Zeg het even off-road. Wat deed zij? Ik weet niet of jullie het zagen, maar ze ging een soort van schuin over dat ding heen. Nou, we zijn er hoor. Gaat... Oh, Lisa is weg. Is het eigenlijk wel Lisa? Oh, we moeten eventjes dat dingetje ophangen. Ja, oh, wat deed die El van mij? Volgens mij maakte die een koprol. Oké. Gebruik voorwerp, stukje rood lint. Ja, daar kom ik natuurlijk niet bij, want ik heb een klein paardje. Kijk, de coat zit nog op een groot paard. Oh, dit is voltooid. Krijg ik maar 100 XP? Heb ik me daar zo voor uitgesloofd? Dan krijg ik letterlijk maar 100 XP. Nou, oké. We gaan terug, want ik wil hem nog een keer doen. Maar dan gaan we het een stukje moeilijker maken voor mezelf. We gaan het blind doen. Ik ga... Oh, nee. Oh, gelukkig. Anders moest ik weer helemaal terugrijden. Want daar is natuurlijk veel deel meer. Oké. Oeh. Oh ja, het ging nog net goed. Ik ben nou benieuwd wat er nou gebeurt als ik hem opnieuw wil starten. Oh, dan moet ik gewoon nog een keer. Ja. Oh ja, ja. Want dan start alles natuurlijk opnieuw. Maar we gaan het blind doen. Dat gaat sowieso niet lukken. Ik ga dat echt niet kunnen. Hoe ga ik dit doen? Ga ik het gewoon zo doen? Ik weet niet, hoe ziet het eruit op camera? Ik wil het even zien. Oh nee, dit is hoe die hoort. En ik doe hem zo. Oké, ik ga het gewoon proberen. Ik heb letterlijk geen... Waar zijn de toetsen? Oh, tuurlijk. Wacht, ik wil even kijken waar de toetsen zijn. Ik ga het proberen. Ik weet niet hoe ik dit ga doen, want ik heb letterlijk geen idee waar ik naartoe moet. Oké, ik ben nou aan het rijden. Ik moet wel een beetje naar links zo, want die bocht gaat zo naar links. Ik moet natuurlijk luisteren naar die vlammetjes die aangaan, maar ik heb letterlijk geen idee waar ik rijd. Wat ben ik aan het doen? Mijn paard is nog niet aan het crashen, dus dat betekent wel dat ik de goede kant op ga. Maar, wacht, nee, ik ga te ver naar links. Volgens mij moet ik nu rechtdoor. Ben ik de bocht om? Ik heb het idee dat ik goed ga, want... Mijn paard is nog niet gecrashed. Ik ben gewoon keihard aan het rijden. Ik ga goed. Maar ik moet zo wel ergens naar rechts. Want dan hebben we die bocht weer. Dat is zo... Hallo paard, ben je nog steeds aan het lopen? Oh jongens, ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje heel erg moeilijk. Zal ik even stiekem kijken waar ik ben? Nah. Ik ben er gewoon langs heen gerend. Ik ben... Hè? Nou, nee. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet welke kant ik op ben gegaan. Ik ben gewoon richting die schaapsdingen weer aan het rijden. Waar al die schapen staan. Oh, ik denk... Nou, nee, ik ging gewoon hartstikke fout. Nou, dan loopt die gewoon ineens een auto. Oh, nee. Niet neerstorten, paard. Ik wil even kijken waar die auto naartoe gaat. Nee. Oh, Nova, je hebt het weer helemaal verpest. Ik zag die auto te laat en ik wilde even kijken waar die heen ging. Maar ja. Nee. Ja, oké, go. Oh, hij is daar. Gaat hij neerstorten? Nee, niet in het ravijn, please. Oh, no. Wat moeten we hier nou weer mee? Ah, kijk hem staan dan, die auto. Hallo. Ik zit in de auto. No, ik ben gewoon auto aan het rijden nu. Nee, mijn paard. Oh, nee. Ik heb hem verstopt. Ik heb nu letterlijk een paardentrailer gemaakt. Kijk, het is net alsof hij in die auto zit met een paardentrailer. De paardenvrachtwagen van Anemone Horstrux die ik laatst had geleend. Het ziet er net zo uit. Net zo'n paardenvrachtwagen. Oh, dit vind ik wel cool. Nou, doei paard. Veel plezier daar. Ja, maar straks raak ik hem kwijt. Ik wil hem wel graag weer terug. Nou, kom paard. We gaan weer verder. Leuk hier geweest. We gaan weer verder. Doei auto. Niet in het ravijn storten, want dat is niet de bedoeling. Oh, wie loopt hier nou weer? Oh, het is die gekke raptor. Oh, dat vind ik zo'n idioot. Ik vind raptor echt raar. Raptor heeft een eigen wolf. Nou, hartstikke leuk, vriend. Oké, ik wil jullie even bijpraten over de nieuwe updates die nog gaan komen. Want Star Stable heeft een geweldig mooi dingetje geplaatst op hun social media. Dat is dit plaatje. En dan kan je zien welke updates er deze maand augustus nog allemaal gaan komen. Nou, eentje hebben we al gehad. Dat is Linda Show Jumping Race. Dat is nummertje 1. Die was vorige week, dus heb je die video nog niet gezien. Die staat hier in het i'tje. Nou,
nummer 2 is dus de buitenrit. Die zijn we nu aan het doen. Volgende week komen er drakenpaarden. Kijk hoe idioot ze eruit zien. Ik vind het echt de meest rare Star Stable paarden ooit. Ik weet ook niet of ik er eentje ga kopen. Zal ik er één kopen? En welke moet ik dan kopen? Want ik vind ze echt heel lelijk. Maar welke moet ik kopen? Willen jullie dat? Laat het even weten in de reacties. En wat we daarna dan gaan krijgen, is wel iets heel erg vets. En dat is de Rijhal. De Rijhal krijgt een update. En die gaat helemaal nieuw uitzien. Ik vind de kleur op zich nog wel een beetje raar met een rood dak. Ik weet niet. Ik denk dat Star Stable wel mooiere dingen kan maken. Het jammere is wel dat ik dan op vakantie ben als die update er is. Dus die kan ik niet opnemen, maar dat doe ik daarna dan wel. En daarna komt er weer een nieuwe race. Er staat gewoon een mannetje. Ik heb letterlijk geen idee wat voor update. Maar dat is nog wat er gaat komen. En het ziet er wel heel erg leuk uit. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar de Rijhal. Nou, ik denk dat we inmiddels ook wel genoeg van de buitenrit hebben gezien. Ik vond het echt wel weer leuk om deze buitenrit te spelen. Vond jij deze video nou ook heel erg leuk? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Want ik maak nog veel meer Star Stable video's. Doe een duimpje omhoog als je deze video heel erg leuk vond. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!